denk dat ik begonnen ben met schrijven serieus toen ik een jaar of 15, 16 was. Ik zat op dansles bij Van Rijswijk. En daar was een meisje op wie ik gek was. Natasja Bosloper, ik weet het nog heel goed. En daar schreef ik gedichtjes voor en die stuurde ik haar dan op. Onder het mom van dat het me niet interesseerde wat ze ervan vond verder, maar dat ik het wel leuk vond. En daar stuurde ze dan ook antwoord op. En dat, ik denk dat het verder daarvoor kwam het voort uit dat mijn ouders me altijd gestimuleerd hebben om iets te gaan doen. Ik heb op van alles gezeten. Pen tekenen, dansen, gitaarles, toneel, een zangkoortje, noem het maar op, verschillende sporten. Zo heb ik heel vroeg kunnen ontdekken wat ik leuk vind en heel vroeg wat ik ook niet leuk vind. En schrijven bleef eigenlijk hangen. Eigenlijk het medium waar ik me gaandeweg het meest prettig bij voelde. Het meest op mijn gemak. Op papier. Een van de weinigen heb ik wel eens het idee nog. Ik moet terug kunnen zien hoe ik iets maak. Elke stap die ik neem moet ik kunnen teruglezen. En op de PC is dat voor mij een stuk moeilijker. Want als ik iets delete, dan staat het er niet meer. Dan weet ik dus ook niet meer hoe ik daar gekomen ben. En ik pak een pen en ik ga in mijn favoriete kroeg zitten. Café de Waal. En ik ga schrijven. Soms begin ik met een leuk idee, een leuk woord, een mooie zin. Het is een levende zin, een levend beeld, een mooi rond beeld. Dat help ik vakkundig om zeep. Door de volledig analytisch en a-emotie, volledig emotieloos in te gaan schrappen, hakken, draaien, mee te passen. En als ik het goed doe, wat niet vaak gebeurt voor mijn eigen gevoel, maar wel gelukkig af en toe, gaat het dan weer leven. En als het er uiteindelijk op papier staat, alsof ik het zo in 10 minuten opschrijf, en dat het ook weer leeft, dat het ook weer ademt, dat het mooi loopt, dan heb ik het goed gedaan. Dat gebeurt niet altijd, maar daar gaat dus een ontzettende rationele fase zit daartussenin. Ja, dus je hebt beide kanten nodig, zowel de emotie om het eerste beeld tot stand te brengen om erop te komen en het durven schrappen, draaien, passen, meten en kill your own darlings, al die verhalen. Voor Kees Alderliesten. Ik heb alweer gestofzuigd, Kees, en onkruid uitgetrokken. Ben me nuchter geschrokken toen bleek dat ik chance had. Ik heb alweer gelachen, Kees, en ook weer mogen zoenen. Vlekken uit mijn vloerkleed boenen, omdat poes geen maat kent. Zit ik net in de Waal, Kees, waar jij vorige week nog zat, kom je toch weer op mijn pad, uit handen van Ellie. Het is een mooie rouwkaart, Kees, verdomd als het waar is. Verdomd als het niet naar is. Verdomme, Kees, de zon schijnt. Ik denk dat het innerlijke noodzaak of drang om mezelf te manifesteren of om iets achter te laten waar iedereen op zijn of haar manier mee bezig is. Toch, of het nou de middel van je kinderen is of een carrière of geld wat je achterlaat. Of ik doe het denk ik ook, net als de meeste mensen, ook voor een stukje onsterfelijkheid. Een stukje. En ik ben heel graag bezig met de taal. Ik vind de taal fantastisch. Dus ik vind het heerlijk om daar weer een leuke zijsprong of een leuke insteek of een mooi iets te maken wat dan weer iets toevoegt of iets aanvult. Het hangt er vanaf met welke ogen je kijkt. Ik kan praktisch alles wel goed vinden als ik van tevoren weet met wat voor criteria ik te maken heb. Wat voor medium en de bijbehorende regels die daarvoor gelden. Een actiefilm gelden andere regels voor als een Woody Allen film. En ik kan ze allebei goed vinden. Dan heb je natuurlijk binnen ieder genre ook weer toppers en bij actiefilms is dat vooral budget en special effects.
Bij anderen is dat weer dialogen. Ik moet geraakt worden. En dat kan dus met Avatar, een fantastische film. Ik werd geraakt. Ik vond het helemaal fantastisch. Die vond ik dus heel erg goed. Die vond ik net zo goed als... die vond ik van hetzelfde kaliber goed als Melville met Moby Dick, het boek. Dat zeg ik heel wat. Maar dat komt gewoon omdat dat een fantastisch boek is. En Avatar, een fantastische film. Bekeken vanuit twee verschillende waarden. Set met waarden en regels. Ja, ik vind mezelf wel goed. Waarom? Omdat ik schrijf waar ik van hou. Verhalende teksten. Ik heb mezelf als standaard. Mezelf als maat. Ik ben een redelijk egocentrisch persoon. Wat ik iets anders vind dan egoïsme. Egocentrisme is in wat ik doe. Of in wat mensen zoals ik, die met kunst bezig zijn. Literatuur is een noodzaak bijna. Omdat ik schrijf, omdat ik dicht bij mezelf blijf. Associeer vanuit dingen die ik meemaak. Ben ik snel geneigd om daar een positief oordeel over te vellen. Dat is een heel erg subjectief oordeel, dat weet ik. Maar het is ook dat is noodzakelijk. Ik ben overtuigd dat ik in staat ben om mooie dingen te maken. Wat iets anders is dan naast je schoenen lopen van arrogantie. Het is een basisvoorwaarde die je voor jezelf moet hebben, anders kun je er niet mee naar buiten. Ik treed graag mee naar buiten, ik treed graag op, ik wil publiceren, ik wil in de aandacht. Ik zit nu bij jou voor de camera. Als ik niet van overtuigd was dat ik in staat was om mooie dingen te maken, dan zat ik hier te praten over mijn games die ik graag speel. Maar ik praat graag over mijn poëzie. Gebed over canapé. Ze ligt op de bank en dat is al veel. Bloot is bloot en dit wat ik wil. O God, laat alles blijven rijmen. Ik twijfel over u, ik twijfel over vrij. Maar alle hulp is welkom, want zij hoort in mij. Help onze roze scherven lijm. Net zo naakt hier voor uw aangezicht, met mijn harde op die bank gericht waar ik eerder over speelde. Ik heb haar dit verteld, mijn God, geprobeerd mijn schuld te overschreven tot alles maar weer ritmisch wilde. Al mijn hypocriet gelul en lust en spijt, ligt ze daar en lacht met mij en vrijt in de hoop dat ik oud word met haar. Ja. Ik weet dat u me zo laat zien waar het uiteindelijk om gaat. Misschien vergeeft ze en maakt me onverdiend klaar. Tot in de eeuwigheid. Amen.